Ik zit even te denken. Tankrug heet het volgens mij. Ja, zo heet het letterlijk. Net zaten we even Meat Boy te spelen in ieder geval. Ja, het leek er inderdaad wel heel veel op, daar heb je gelijk in. Dat komt natuurlijk omdat het van dezelfde maak is. Maar ja, ik weet niet hoe ik het uitleggen. Dat sowieso. Oh, wacht. Dat was geen goed idee. Minder bloed sowieso. Ah, ik ben, ja, mijn echte naam is Robin, mijn chatnaam is Raging Dragon. Alleen is het een beetje vast. Laat maar zo. Er staat Dark Souls op die lijst. Crap. Reddit ook weer. Ah, zo dus. Ja, ik heb gisteren tijdelijk eventjes Dark Souls gespeeld. Herinner me dan dat eraan dat nooit meer te doen. Oké. 15 euro minder op PC, Steam Shop. Heb je gebruikt PayPal? Oké. Ik kan je waarschijnlijk Borderlands 2 linken voor 15 euro. Als je interesse in hebt natuurlijk. Ja, Torture 2 kan ik sowieso wel aanraden voor ook voor 15 euro. Ik kan zo meteen na de stream kan ik wel eventjes een link doorsturen met dat erop, maar op het moment niet echt, want het is natuurlijk streamen en ja, ik kan niet onder de stream eventjes snel even wat doen. Ah, ik zit even te denken dan hoor. Lock, 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 lock
Ik heb eigenlijk nog niet in de Halloween shop gekeken, eerlijk gezegd. Oh ja, het is echt AA. Welke zie je ertussen staan en welke lijkt jou interessant? Het doorsluit is sowieso een idee. Oké, Ricardo, als je er gewoon een paar leuke tussen ziet staan, moet je het gewoon zeggen. Torchlight 2 kan ik sowieso wel aanraden, aangezien het echt gewoon van de makers van Diablo is, dus het is sowieso hartstikke goed. Doos, 5. Dead Island. Hij is goed, maar... Ik weet zelf niet. Het is niet goed, het is niet goed, het is niet goed. Oh ja, wacht. Hiervan. Ja, Torchlight 1 en 2 is gemaakt door de originele makers van Diablo 2. Fun facts, FTW. Niet zo. Gewoon daar neer. Ja, dat was niet de bedoeling. Het is timefuck. Ik zal het wel even schrijven. Hij zit in de Basement Collection en die is echt maar 5 euro. Nou ja, er zitten echt heel veel games tussen, zoals Triacnet, Meat Boy zelf, de originele. En heel veel andere. Ik zal ze zo wel even linken anders. Basement Collection, ik weet niet precies hoe duur die is, maar het zal niet zo super duur zijn. Het verschil tussen TF en VVVV. Ik weet niet, ik denk sowieso het verhaal. Maar ik heb de VVVV heb ik zelf ook niet gespeeld, dus je kan het ook beter sowieso niet aan mij vragen dan. Hoe ga ik deze doen? Thank you.
Zo doen we het. Ja, volgens mij ook inderdaad, Link. Ja, ik heb 4-4-4-4 zelf ook, dus... Wacht, hoe moet ik dit doen? Ik heb hier 2 om te wachten, dus wacht even. Serieus? Klinkt waarschijnlijk echt waanzinnig stom, maar ik heb deze missies echt nog nooit gehad hier in het spel. Dus volgens mij is het gewoon random of zoiets dit. Weet iemand daar wat meer over? Weet iemand wat meer over dit dan? Of ik ben er nu echt al 2-3 tegengekomen die ik gewoon niet ken zelf. Het kan ook zijn dat ik gewoon gek begin te worden, daar niet van. Dat is ook altijd uiteraard nog steeds een optie. Dat was niet de bedoeling. Juist. Facepalm was dat. Letterlijk en figuurlijk. Daarvoor heb je die juist nog steeds nodig.